Ik zou bijna zeggen, kijk eens, daar ben ik weer. Ja, we gaan door met het vloggen, want de cup, ja, de eerste echte cup van Feyenoord is gearriveerd in het museum. De cup is dus vanmorgen vanuit Feyenoord met een speciaal kunsttransport hier naartoe gebracht. Ja, en waarom met een kunsttransport? Ja, omdat het heel belangrijk erfgoed is van de stad. Een kunstschat, zou je kunnen zeggen. En dat transport, nou, dat is op zich al indrukwekkend. En dat zag er zo uit. Uniek moment, hè? Gaan we voor deze gelegenheid toch even anders kleden. Nou, kijk eens, mijn shirt met mijn naam erop, nummer 17. Ja, je zal denken, nou, die zit een tijd op de reservebank. Maar dat slaat natuurlijk op de misschien wel het belangrijkste jaartal in de naoorlogsgeschiedenis van Rotterdam. 1970, toppunt van de wederopbouw. Even mijn pak uit, mijn Feyenoord shirt aan. Net als Ronaldo, die laat ook zijn sixpack zien, hè? Dat is nu 66-pack, dit. Dus... Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Hoe vind je hem staan? De cup wordt natuurlijk daarachter geplaatst bij het monument voor de wederopbouw. En waarom het monument voor de wederopbouw? Nou, eigenlijk kun je zeggen, in 1970 vierden we eigenlijk de voltooiing van de wederopbouw. Met het allermooiste moment, namelijk Feyenoord wint de Europa Cup 1. De eerste club in Nederland. Dus het is niet alleen ontzettend belangrijk voor Rotterdam en Feyenoord... Maar eigenlijk, op die dag werd nationale geschiedschrijving geschreven. Ik ga vast even naar de installatie lopen. Ik ben ook ontzettend benieuwd wie er vandaag allemaal komen. Ik heb Pieter Schraafland al gezien, Eddie Treitel, Gerard Meijer. Ja, weet je, is niet toevallig. Dat zijn keepers, verzorgers. En die weten natuurlijk, die hebben altijd handschoenen gedragen met de verzorging. Dus die weten hoe je een kunstobject moet vastpakken. Sta je naast de man die... jarenlang gezorgd heeft voordat het elftal van Feyenoord fit bleef, Gerard Meijer. Meneer Treitel, een belangrijke doelman van Feyenoord. Meneer Pieter Schraafland staat hier ook nog. Hij staat hier achter me. Kijk, meneer Schraafland, ook nog even onze kijkers. Nou ja, wie kent hem niet, hè? Ja, wie kent hem niet. Even vragen of er nog bijzondere gasten moeten komen. Ja, want dan kunnen we beginnen. U krijgt allemaal handschoenen, want de beker mag alleen met de handschoenen gepakt worden. Ja, als keepers weet u wel hoe je handschoenen aan moet trekken. Ik ga natuurlijk ook handschoenen aantrekken. Lukt het? Nee, deze niet. Kijk, dat blijkt maar weer hoe serieus we het nemen. Een echt kunstwerk, hè? Ik ben al de hele dag nerveus. Daar kan ik er niet bij. We geven letterlijk alsof we net echt gewonnen hebben, geven we aan elkaar door. Maar het is kunstwerk, dus ik mag hem niet gaan knuffelen. Moet u hem even aannemen? Zo. Is hij mooi gepoetst, zeg? Ja, hebben wij hem opgepoetst? Ja. Michiel, heb je hem? Nu is het altaar van de wederopbouw eigenlijk compleet. Apentrots ben ik op Feyenoord en op die cup. Kom snel naar de cup kijken in het Museum Rotterdam. Hè. Waar vind je dat? Nou, achter het stadhuis.